Utrecht wil weer eens een wedstrijd gaan winnen. Het verloor de laatste 6 wedstrijden in de keukenkampioendivisie allemaal. Maar het begint sterk aan de wedstrijd tegen NAC. NAC dat gesteund wordt door zo'n 400 supporters meegekomen vanuit Breda. Eerste gevaarlijke schot is een mooi schot van middenvelder Ikeshita. Gepakt door Nick Olij. Ruststand 0-0. NAC speelt slecht in de eerste helft. Jong Utrecht voetbalt heel aardig. Dit is Zagre. Hij slaat balk over, maar is wel dicht bij de openingstreffer. 90ste minuut. Heel veel grote uitgespeelde kansen zijn er niet in deze wedstrijd. Silla geeft de bal mee aan invaller Eersteling. En daar is Almqvist. En hij scoort. Overgekomen uit de Russische competitie van Rostov. Maakte zijn debuut in de Eredivisie al voor het eerste elftal van FC Utrecht. En hier scoort hij voor Jong. En dan druipen er al wat supporters van NAC af. Zeer teleurgesteld als ze zijn met de achterstand. Een andere invaller wordt hier weggestuurd. Sanchez Fernandez scoorde afgelopen vrijdag tegen Roda. Hier vindt hij Olij op zijn weg. In de extra tijd komen er nog kansen voor NAC. Er is veel extra tijd omdat de tweede helft even onderbroken is vanwege de sproeiinstallatie die plots aangaat. Van Schuppen. Hier is invaller Bannis en de redding van Nijhuis. NAC is nog het gevaarlijkst in de slotfase. Olij mee naar voren. Diep, diep in de extra tijd. De hoekschop. Olij krijgt hem op zijn rug. En Nijhuis met een hele knappe redding in de korte hoek. En dan is het afgelopen. Zeer teleurstellende avond voor NAC. Jong Utrecht wint eindelijk winnend.